Mijn naam is Klaar Wierink. Ik ben tandarts geriatrie, heb een praktijk gespecialiseerd in mondzorg voor ouderen en daarnaast ben ik werkzaam voor het Centrum Bijzondere Tandheelkunde in Amsterdam. Een gezonde mond is voor iedereen heel erg belangrijk, maar zeker ook voor mensen met de ziekte van Parkinson. Het blijkt dat met het vorderen van de ziekte er vaak problemen staan in de motoriek, waardoor het verzorgen van de mond moeilijk wordt. Dat is één reden waarom de mondgezondheid soms toch achteruit gaat. Een andere reden is dat anti-Parkinson-medicatie een belangrijke rol blijkt te hebben op de speekselvloed. Dat er vaak minder speeksel is. Terwijl speeksel of spuug juist een hele belangrijke rol speelt in de bescherming van het gebit. Maar daarnaast bestaat er door die verminderde bescherming van het speeksel ook een risico op ontsteking en op schimmelinfecties. Ik raad iedereen met de ziekte van Parkinson daarom aan om echt met regelmaat de tandarts en het liefst ook de mondhygiënist te blijven bezoeken. En als u de eigen tanden in kiezen heeft, vraagt u ook om een tandpasta met een hogere dosering fluoride. Die helpt het gebit beschermen. Mochten er dan toch complexe problemen ontstaan in de mond die onvoldoende behandeld kunnen worden in de algemene tandartspraktijk, weet u dan dat er nog een mogelijkheid is te verwijzen naar een Centrum Bijzondere Tandheelkunde. Daar werken tandartsen die gespecialiseerd zijn in deze zorg. U kunt adressen voor die Centra Bijzondere Tandheelkunde vinden op de website www.cobijts.nl. Voor een bezoek aan een Centrum Bijzondere Tandheelkunde heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts of tandarts. En daarnaast wil ik u nog heel graag verwijzen naar de website van de Stichting Mondzorg en Parkinson, waar u nog veel meer achtergrondinformatie kunt vinden over de relatie tussen mondgezondheid en Parkinson en wat te doen om uw gebit zo gezond mogelijk te houden. Want dat is van belang voor uw levenskwaliteit.